In het begin van de eeuw dacht Wilhelm van Osten, een Pruisisch landjonker uit Berlijn, dat dieren net zoveel konden als wij, als ze maar les kregen. Om die stelling te bewijzen, leerde hij een van zijn paarden lezen en rekenen. Na 2 jaar les ontpopte het paard zich als een genie. Als hem vragen werden gesteld, telde hij het antwoord uit met zijn hoef. Blijf ruhig, hè? Goedemorgen. Zu der Zahl 4. Füge 2 hinzu. Verstehst du das? Hier so lautet die Antwort. Jawohl, richtig, natuurlijk. Von Osten doopte zijn paard Kluger Hans, slimme Hans. Het paard kon zelfs wortel trekken. Wortel van 6. Dat is een beetje schwierig. Einverstanden. De hengst gaf altijd goede antwoorden en kreeg dan een beloning. Het dier werd wereldberoemd. Heel veel mensen dachten dat het bedrog was. Maar Von Osten bleef volhouden dat hij een denkend paard had en wilde maar al te graag wetenschappelijke erkenning. In 1904 kwam met steun van de Duitse keizer zelf een commissie bijeen om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Herr Doktor, Herr Heinold, schrijven Sie. Ah, Herr Fuchs. De leiding berustte bij Karl Stumpf, hoogleraar in de psychologie. Verder zaten er onder andere een paardenafrichter, een circuseigenaar en een goochelaar in, om ervoor te zorgen dat Von Osten geen bedrog pleegde. Goed. Von Osten werd gevraagd een demonstratie te geven van het rekenkundige genie van zijn paard Hans. Mijn heren, Herr Von Osten. Also, bitte beginnen Sie. Zo, Hans, ik heb het voor die Ringen gezegd, dat ik door dit Ende schreef. Verstanden Sie? Also, bitte. Sehr gut. Noch einmal, bitte. Zo. De commissie lette scherp op bijna onmerkbare gebaren, waaraan het paard zou kunnen zien wanneer het moest beginnen met tellen en wanneer het moest ophouden. Na een serie proeven die een paar dagen duurde, hadden de leden van de commissie geen spoor van opzettelijk bedrog gevonden. Misschien had Von Osten gewoon gelijk en had zijn paard echt rekenen geleerd. De commissie, die gewoon duidelijkheid wilde, zei dat er een echt wetenschappelijk onderzoek moest komen. Also, vielen Dank, mijn heer. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dat onderzoek werd verricht door Oscar Pfungst, een assistent van de professor. Hij bedacht een aantal proeven om te kijken hoe intelligent slimme Hans nu eigenlijk was. Als hij dit cijfer ziet, telt slimme Hans tot 7. Nummer 7. Hans heeft 7 geklopt. Ohne Kenntnis. Maar herkent hij het getal als Von Osten het getal zelf niet kent?
Hij telt tot 3. Hans had 3 geklopt. Hieruit blijkt dus dat slimme Hans de cijfers wel goed leest, als Van Osten ze ook goed ziet. Nummer 3. Hans had 3 geklopt. Ohne Kenntnis. Van Osten heeft geen idee welk cijfer er op deze kaart staat. Slimme Hans ook niet. Nummer 2. Hans had 3 geklopt. De proeven maakten 1 ding heel duidelijk. Vielen dank, heer Van Osten. Het paard had 98% van de antwoorden goed, als Van Osten de opgaven kende, en maar 8,5% als Van Osten de opgaven niet kende. Zonder dat hij het zelf wist, gaf Van Osten de antwoorden door aan zijn paard. Maar hoe? Met zijn stem? Er werd een andere proef bedacht. Van Osten moest op een plaats gaan staan waar het paard hem niet kon zien. Zeven. Toen moest hij het paard opdragen tot 7 te tellen. Slimme Hans telt tot 3. Er zitten dus geen aanwijzingen in Van Ostens stem. Maar hij telt het paard wel goed als het Van Osten kan zien. Hans moet tot 4 tellen. Nu doet hij het goed. Slimme Hans ziet dus tot hoeveel hij moet tellen. Maar hoe? Hans, bitte. Hans. Oscar Pfungst richtte zijn aandacht nu op Van Osten zelf. Nadat hij die een hele tijd had geobserveerd, bracht hij verslag uit aan zijn professor. Hij had ontdekt dat Van Osten onopzettelijk kleine gebaren maakte met zijn hoofd. Kleine kopbewegingen. Hallo. Een klein knikje naar voren zorgde dat het paard begon te tellen. Een opgetrokken wenkbrauw liet hem ophouden. Misschien reageerde slimme Hans wel op die gebaren. Als Pfungst gelijk had, kon hij het paard dus laten tellen door een kleine hoofdbeweging, niet door een vraag te stellen. Zien Sie? Zo werd het gemaakt. Pfungst bewees dat het paard niets van rekenen af wist, maar wel had geleerd wat een hoofdgebaar betekende, omdat hij dan een wortel kreeg.